Welkom allemaal bij Kees in het Gooi, waar misdaad en hulpdiensten samenkomen in één podcast. Vandaag ben ik hier met Thay en gaan we praten over zijn studie als handhaving en beveiliging. Hi Thay, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier mag komen. Nou, je doet dus een opleiding als handhaving en beveiliging. Ja. En wat vind je er nou zo leuk aan om dat te doen? Het is voor mij dat ik later de spanning kan opzoeken. En ja, dat wil ik later met de politie doen. En met deze opleiding bereid ik me daarvoor op voor. En dat. En wat heeft jou dus geïnspireerd om deze opleiding te gaan doen? Ja, ik vond het... op de middelbare school wist ik nog niet echt wat ik moest doen. Herkenbaar. En, ja, en toen kwam de lockdown. Dus ik was gewoon heel veel op social media aan het kijken en zo. En ik zag de politie allemaal... invallen doen en zo. En dat vond ik heel gaaf om te zien. Dus ik heb me er toen op in verdiept. Waardoor ik dacht van, ik wil naar de politie. Maar ik zit met mijn leeftijd. Mm-hmm. Ik was 15 toen ik van de middelbare school afging. Dat is jong. Ja, klopt. Dus ik heb nog een hele lange tijd dat ik moet volmaken. Dus ik dacht van, dan moet ik maar op zoek naar een tussenopleiding. En eigenlijk is deze opleiding perfect ervoor. Om me erop voor te bereiden. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is leerzaam. Ik sport ook veel, dus dat helpt ook wel voor later. En wat vind jij eigenlijk minst leuk om je opleiding? Want op elke opleiding is natuurlijk pluspunt en minpunten. Ja. Ja, bij deze opleiding is het, ik dacht zelf bij een handhavingopleiding heel streng en alles. Maar ik zit op een mbo. Ik heb best wel wat vrije dagen. En mijn docenten die zijn soms ook niet altijd heel leergierig. Dus meerdendeels van de tijd doen we niet heel veel. Maar de tijd dat we dingen doen... is het wel echt veel. En dat is ook wel een nadeel. Omdat het allemaal over wetgeving gaat, is het best wel moeilijk om het te onthouden. Mm-hmm. Het vele sporten is ook wel een minpuntje. Hoeveel sport je in zo'n week? Elke woensdag van 1 tot 5 heb ik een sportmiddag. En dan ga ik hardlopen, krachttraining, spelletjes met ballen bijvoorbeeld. Of RTGB, dat is verdedigingssport, zoals kickboksen. En daarnaast heb ik ook nog op de dinsdag en heel soms de maandag looptraining. En dan gaan we gewoon hardlopen met de klas en soms nog krachttraining erbij. Dus aardig wat. Ja, hoe denk je dat je opleiding je voorbereidt op het werk in praktijk? Ja, het is best wel een dingetje om zomaar op straat te werk te gaan als handhaving. Omdat je best wel veel kritiek krijgt. Mm-hmm. En op deze opleiding leren we om daarmee om te gaan. Om daarmee ook oplossingen te bedenken. Verplaats dat je bijvoorbeeld in de stress raakt. Of dat je wanneer je kritiek krijgt er niet mee kan omgaan. En dat is wel belangrijk mentaal. Want bijvoorbeeld bij ons wilt mijn hele klas naar de politie. Alleen mentaal kan eigenlijk niemand het aan. Dus ja. Meestal kan er maar 1 op de 10 kinderen die daar naartoe wilt. Dat is ook wel even zwaar. Dan bereid je daar de hele tijd voor. Ja. En dan uiteindelijk zeggen ze, nee, sorry, je kan het niet aan. Ja, klopt. Dus dat is wel moeilijk. Ook om zelf te weten, terwijl je er wel echt naartoe wil. Dus de politie die wilt nu ook de leeftijdsgrens verhogen naar 21. Mm-hmm.
Omdat ze merken dat vanaf 18 tot met 20 de meesten niet lukken om het mentaal aan te gaan. Want je ziet echt hele erge dingen. En op welke manier bereid school je dan ervoor? Want ze helpen je dan wel, maar welke manier? Wij hebben twee lessen. Dat is bejegening en pek buiten. En daarmee komen er situaties. Dus dan gaan we eigenlijk toneel spelen. En dan komen er situaties. En dan moeten wij ons als de handhaving optreden. En dan gaan we eigenlijk gewoon proberen om zoveel mogelijk te oefenen, zodat het in de praktijk gewoon goed lukt. Want je wilt ook niet een blunder maken wanneer je op schaap bent. Nee, dat snap ik. Welke vaardigheden denk je dat essentieel zijn voor je beroep als beveiliging of? Nou, wat ik gemerkt heb is geduld. Dat is echt een van de belangrijkste. In de maatschappij komen er best wel stressvolle situaties voor. En je wilt het natuurlijk zo snel mogelijk afhandelen. Maar dat gaat niet altijd. Dus geduld is wel echt nummer 1. En daarnaast is het fysiek ook heel belangrijk dat je in goede staat bent, zodat je wanneer je bijvoorbeeld aangevallen wordt, dat het wel allemaal goed gaat. Zodat je diegene bijvoorbeeld kan aanhouden. Dus fysiek en mentaal sterk zijn is wel echt het belangrijkst. En je moet gewoon goed inzicht hebben op wat er allemaal speelt in de media ook en in de realiteit. En hoe bereik je alles in de media? Hoe zie je dat allemaal? Hoe bereikt het ook jou? Ja, wij kijken op school elke dag het nieuws, zodat we daar sowieso alles van weten. En we kijken ook naar de situaties die het meeste op straat voor de handhaving speelt. Zodat we ons daar ook meer op kunnen voorbereiden als dat ons ook zou gebeuren. En wij hebben elke vrijdag een project en dan gaan we de straat op. En dan komen we soms ook van die situaties tegen. En dan merk je ook wel echt dat het, soms wat de media laat zien, dat het wel wat anders is dan in de realiteit. Dus het is voor ons ook belangrijk dat we die projecten hebben. Zodat we wel echt weten hoe het gaat. Heb je wel eens een project gehad die heel veel invloed op jezelf hebt gehad? Dat was in Amersfoort Centraal. Op het Stationsplein. Toen moesten we mensen aanspreken op het rookverbod. En helaas. Ja, ik ben daar ook schuldig aan. Het kan gebeuren, maar op zich... Het moeilijke was, er is een rookverbod, maar we kunnen er niet op handhaven, zeg maar. We kunnen die mensen niet straffen. Dus ik moest toen iemand aanspreken en die was niet zo blij, maar die was volgens mij ook wel onder invloed. Oh ja. Dus die probeerde mij een klap te geven. Cool. Ik kon hem gelukkig nog ontwijken. En toen heb ik de handhaving erbij gehaald, is die meegenomen naar het bureau. Maar dat soort dingen, ik let nu wel meer op straat wat er gebeurt. En ook op de manier waarop ik mensen aanspreek en ook de mensen die ik aanspreek. Mm-hmm. Want je kan of een hele aardig persoon hebben of iemand die bijvoorbeeld dan onder invloed is en dan kan het wel slecht aflopen. Maar bijvoorbeeld op Centraal, je mag bijvoorbeeld niet roken bij de bussen volgens mij? Het is daar zeg maar een rookvrije zone, want het longfonds die zit daar bij het gebouw erin. Hebben ze een kantoor, dus het hele stationsplein is rookvrij. Maar ik zie politie er ook wel eens roken. Ja, het lullige is, het is niet verboden, maar er is wel een verbod. Handhaving en politie Marissousé, die mogen daar niet mensen bestraffen. Mm-hmm. Maar
het Longfonds die heeft het zeg maar rookvrij gemaakt, zodat ze een voorbeeld kunnen geven aan de kleine kinderen die daar rondlopen. Dat is ook wel heel tegenstrijdig. Ja, dus het mag niet, maar je ziet de politie het wel doen, maar ze kunnen er ook niks eigenlijk tegen doen. Lastig, ja. Nou ja, wij hadden daarna moesten we het daar nog een keertje doen. Alleen de dag daarvoor had de directeur van de NS-opleiding daarvoor ook gerookt. Ja, de hele media lag op zijn kop en dan gaan wij daar staan om een beetje te handhaven. Ja, nee, dat werkt ook niet lekker. Ja, klopt. Maar het is ook dan niet handig als zo'n directeur bent van de NOS of zo, dat je daar gaat roken dan. Ja, inderdaad. Dat is wel iets wat je met je beroep daar rekening mee moet houden. Ja, klopt. Want dit gaat zo tegen elkaar opspelen. Inderdaad. Dit zit niet lekker. Ja, en het imago van BOA's / handhaving gaat daardoor nog meer naar beneden. Ja, want er worden zat dingen over BOA's en handhaving al gezegd. Klopt. En ze worden ook gedisrespecteerd als wat. Mm-hmm. Wat vind jij daar op dat vlak van? Dat er zoveel shit eigenlijk gezegd wordt over... Ja, het is moeilijk. Kijk, wij krijgen er wel les in dat we ermee om kunnen gaan. Alleen wij, zeg maar vanaf dag 1 wordt er wel gezegd dat iedereen die je beledigt het meer op het uniform is. Kijk, wij vallen heel erg op. En die mensen kennen mij niet persoonlijk. Hun weten niet wie ik ben, wat mijn persoonlijkheid is. Dus... eigenlijk altijd wanneer ik zelf iets naar mijn hoofd krijg of ik in de media hoor, maakt het me niet heel veel uit. Omdat ik gewoon weet van ja, ik ken me niet. Het is eigenlijk gewoon richting mijn blauw pakje. Klopt, want mensen die zeiken naar, die zien dat uniform en dat schrikt ze eigenlijk direct af. Ja, klopt. En er zitten echt wel eikels van BOA's tussen. Daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar de meeste tal van de BOA's, die doen gewoon hun best. Die proberen niks verkeerds te doen. Ja, klopt. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld van net met de programma's van de handhaving. En dat kijken wij dan. En dan gaan we ook kijken van wat kon die handhaver beter doen of wat ging goed. En eigenlijk meerdendeels van de keren zegt mijn docent ook van ja, de handhaver hier, hij doet zijn werk gewoon niet goed. En mijn docenten zijn er gewoon oud politieagenten, oud recherche en zo. Mm-hmm. En wij als klas zijn, als leerlingen, kijken daar ook naar en denken wel van waarom doet zo'n handhaver zo? Zo verpest je ons imago. Klopt. Doe je het zelf niet goed. En je bent op tv, dus kijk alsjeblieft uit wat je doet. Ja, want ook hun doen al die shit. En degene die niet op tv komen, die doen het compleet anders. Ja, maar precies. Wat iedereen ziet is tv. Ja. En ook als je dingen op Dumpert ziet enzovoort, ja, dat zijn altijd alleen de slechte versies van die mensen of dat ze op dat moment dat verkeerd doen. Ja. Maar je ziet nooit de andere kant. Ja, klopt. Nou ja, ik heb zelf ook als doel genomen van, ik wil niet zo'n handhaver zijn die blijft zeiken en alles. Ik wil gewoon die handhaver zijn / politieagent worden die bijvoorbeeld een balletje gaat trappen met de jeugd. Ja, maar die worden ook gewaardeerd. Als je dan langs moet lopen, dan zeggen ook mensen hoi tegen je. Ja, precies. En ik denk dat dat ook wel nodig is in de wijk, in de stad. Ja. Zodat mensen anders naar je gaan kijken. En ook misschien wat sneller zelf naar je toe komen met problemen of gewoon een praatje maken. En ik denk dat dat ook wel helpt om de samenleving wat... meer verbonden te maken. Ja, want nu zijn het eigenlijk echt wel twee groepen. Je bent of politie / BOA of je bent een mens en die lopen eigenlijk al twee om elkaar heen. Klopt. En ja, dat merken wij wel gewoon tijdens de projecten echt. Nou ja, je wordt, waar je ook loopt, je wordt aangekeken. Er worden foto's van je gemaakt. Mm-hmm. Mensen roepen dingen naar je. Dus dat is wel moeilijk soms. Maar ja... wat ik net zeg, het gaat om het uniform. Ja. Ze kennen mij niet. Nee, ze schreeuwen eigenlijk alleen naar het uniform, niet naar de persoon in het uniform. Ja, klopt. En
Hoe ziet de gemiddelde dag er voor jou uit op jouw opleiding? Of? Ja, het verschilt heel erg. Elke woensdag heb ik dan in de ochtend vrij en dan in de middag heb ik sport van 1 tot 5. Maar ik heb elke vrijdag dan project, ook van 10 uur tot 3 uur 's middags. Dan gaan we de schaat op. Op de maandag, dinsdag en de donderdag heb ik dan gewoon les. En daarin heb ik gewone rekenen, Nederlands, Engels en dat soort vakken. En ook gym. Dat is dan mijn looptraining. En ik heb bejegening, BOA praktijk. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. En in totaal zijn dat iets van 5 à 6 vakken, wat eigenlijk allemaal gaat over wetgeving en jezelf ontwikkelen, zodat je een BOA kan worden. Ja. En de tijden verschillen echt heel erg. Soms heb ik een dagje vrij, maar soms ook van 9 tot 5 uur op school, zonder tussenuren. Dat zijn wel lange dagen. Ja, klopt. Maar ja, dan de volgende dag heb ik bijvoorbeeld een dag van 10 tot 12. En dan heb ik de hele middag vrij. Ja, dat is dan wel fijn. Ja. Ik had op de website van je school gezien dat als je opleiding wilt doen, dat je een soort toelatingsexamen moet doen met krachttraining, klopt, enzovoort. Hoe streng zijn ze daarop? Best wel streng. Ik moet zeggen, strenger dan zelf op de opleiding. Ik heb eerst een sporttest moeten doen, waarbij je binnen een bepaalde tijd bijvoorbeeld zoveel aantal push-ups moet doen, sit-ups. Ja, ik heb nog nooit zoveel push-ups en sit-ups gedaan binnen 2 minuten. Gewoon, mijn record toen was iets van max 30. Alleen door de adrenaline dat je dan krijgt. Nou ja, ik ging gewoon richting het dubbele, 60. Zo. In de 2 minuten. Ja, het is echt bizar. Het is eigenlijk niet echt te omschrijven wat het zelf op dat moment doet. Maar je krijgt zo'n boost, de piepjestest krijg je. Oef, ja, dat horror. Is wel dat is echt vreselijk, inderdaad. En nog een samenwerkingsopdracht, zodat ze kunnen zien de docenten of je geschikt bent voor samenwerken, overleggen of dat je misschien de leiding neemt of heel stil bent. Ja, want je moet ook echt wel kunnen samenwerken. Ja, klopt. Je kan niet in een eenpersoonsteam gaan vormen. Ja, klopt. Dat werkt niet. Ja, zeg maar, eigenlijk binnen de handhaving en politie draait het gewoon om samenwerken. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste, want anders lukt het gewoon niet. Dan ben je echt de lul. Dat is de sporttest. En dat is dan dat je gewoon echt van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags allemaal van dat soort dingen doet. Oh, mij niet gezien, absoluut niet. Dat snap ik, ja. Nou, daarna heb je ook echt spierpijn voor 2 weken lang. Het is echt onmenselijk gewoon wat ze daar met je doen. En daarnaast heb je nog een AMN-test. Dat is dat ze je kennis gaan meten. Dus dan krijg je rekensommen binnen 10 seconden bijvoorbeeld. Maar dat gaat echt van makkelijk naar heel moeilijk. Zoek de verschillen moet je doen binnen 5 seconden. Dat je gewoon 10 verschillen binnen 5 seconden moet zoeken. Nederlands woorden krijg je die je dan moet omschrijven, terwijl je er nog nooit van hebt gehoord. Dus dan moet je een beetje gokken en zo. Ja, het is echt wel pittig. Ik hoor dat ik echt dik zou gaan zakken. Op alle vlakken. Nou, ikzelf. Er zijn 5 van mijn klasgenoten van de middelbare school daar naartoe gegaan. Nou ja, die wouden dat. Ja. Ik ben de enigste die de test heeft gehaald. Verbaast me niks. Ja, het is echt heel zwaar. Dat moet je anderen dan van vooraf al kennen en weten hoe het zit. Ja. En ja, maar dat helpt met de opleiding wel. Want anders zou je zeggen, mensen die dan geen conditie hebben enzovoort, die zijn er dan gewoon al weggeschoven, gezegd. Dan heb je niet dat je sportlessen hebt met mensen die binnen 10 seconden al buiten adem zijn. Inderdaad. Iedereen heeft daar al wel een conditie enzovoort. En die mensen hebben dus ook al wel echt moeite gedaan voor de opleiding. En denken niet van, oh, dit ziet er leuk uit, dit ga ik maar eens even doen. Ja, klopt. Ja, zeg maar,
mijn klasgenoten en ikzelf, die zijn heel erg sportief aangelegd. Mm-hmm. En dat zien mijn docenten dus ook. Nou ja, daar daarop zijn wij ook gekozen om de opleiding te doen. Maar bijvoorbeeld de sportmiddagen doen we normaal gesproken samen met nog de klas van de van het OV, dus de NS. Mm-hmm. Ja, die hebben meestal wel dezelfde lessen, alleen hun hebben de sporttest niet gedaan. Nee. Ja, dan zie je wel echt een verschil. En dat kan soms ook wel moeilijk zijn wanneer wij dan super competitief zijn en hun wat minder. Dan is het heel moeilijk om samen in een team te zitten bijvoorbeeld. Ja. Want ja, het gaat allemaal om samenwerken. Ja, nu zitten ze dan met hun stage, dus dan zijn ze er niet. Mm-hmm. Dus nu merken wij ook wel echt dat we nog meer boost krijgen van met sporten. Dat we er echt al in gaan. Ja, maar dan ben je competitief naar elkaar. En als je met de NS nog vergeleken competitief gaat zijn, ja, dan is het allemaal een eitje. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, we merken gewoon... we worden soort van tegengehouden door die klas. Zo, omdat we niet hun helemaal mogen inmaken. Want we moeten elkaar helpen. En nu merk je gewoon, je gaat er al in voor. Je bent helemaal buiten adem, droge mond. Je zweet van hier tot Tokio. Het is zoveel anders. En nou ja, ik zelf vind het wel leuk dat je juist echt... alles eraan doet om de opleiding te halen. En dat hoort hier ook bij. Ja, je moet zeker ergens moeite voor doen, ja. Ja, klopt. Is het dan niet ergens soms handiger om dan niet met de NS samen te sporten? Ja, nou ja, wij zeggen het ook wel vaker tegen mijn mentor. Van, ja, eigenlijk willen we gewoon echt sporten. Mm-hmm. En wij worden tegengehouden. Helaas kunnen ze er niet echt iets aan doen. Maar volgend jaar, zeg maar, ze vragen wel van wat kunnen we volgend jaar beter doen en zo voor de toekomstige eerstejaars. Ja. Ja, dat zeggen wij wel van alsjeblieft laat ze gescheiden of geef de NS-klas ook een sporttest. Ja, en al is die minder zwaar. Dat ze wel kunnen meedoen met de dingen die wij ook doen. Mm-hmm. Want ja... 3 klassen bij elkaar in een sporthal zetten, dat is niet veel. Altijd... Ja, klopt. In totaal 90 leerlingen. Zo. Ja, als je daarmee... kijk, bij pentonnen, dat lukt wel, maar... Ja, oké. Okay. Hardlopen, voetbal, hockey, basketbal... Waar het op conditie uit gaat komen. Ja, dat is wel echt het puntje conditie, wat echt het belangrijkste mm-hmm. is. Gewoon uithoudingsvermogen... Ja, de NS is daar niet echt op gekozen. Nee, dat snap ik ergens ook wel als je bij de NS gaat werken. Zeker. Want is het nou niet dat ik zou zeggen... Oh, hun moeten zoveel kunnen gaan rennen, zoveel dit, zoveel dat. Ja, op dus zich. Dus in dat geval snap ik het wel. Maar ja, in vergelijking mm-hmm. met jullie, als je dan samen gaat sporten... is het echt wel een dingetje. Ja, klopt. Ja, kijk, de NS op zich hebben ze het ook niet nodig. Alleen... mijn school is de enigste van Midden-Nederland die de NS-opleiding doet. Daarnaast heb je er nog eentje in het noorden en helemaal in Limburg. Dus eigenlijk zijn wij een soort van een verzamelpunt voor Midden-Nederland. Ja. Dus je moet wel rekening met elkaar houden. Alleen ja, probeer wel je best te doen als NS-leerling. Kijk, je hebt het niet nodig... Maar je kiest voor de opleiding. Je weet dat je op een school voor veiligheid zit en dat je met handhaving les krijgt. Verder krijgen hun qua wetgeving wel dezelfde lessen en alles. Dus qua kennis hebben we hetzelfde. Ja. En hun krijgen later een BOA, handhaving, diploma ook. Dus hun kunnen dat... ook nog doen wanneer ze de NS niet leuk vinden. Nou ja, wij hebben dat niet. Want wij hebben de kennis niet voor de treinen en zo. Dus ja, hun krijgen wat anders dan ons. Maar wij krijgen ook
ja, nu dan meer sport dan ons. Dus het moet wel een beetje compenseren. Ja, want ergens was het ook voor hun wel een pluspuntje geweest als ze een beetje een conditie ja, hebben. Zeker. Ja, zeker. Je hebt het niet op basis nodig, maar... Ja, ja je kan... Nou ja, wanneer je op zo'n opleiding zit... Nou ja, ik heb nu al gemerkt... qua gezondheid ben ik echt vooruit gegaan. Ik heb afstandig hardloopt die ik nog nooit heb kunnen doen... ja, het is gewoon gezonder. Ik eet beter. Ik zit lekkerder in mijn vel daardoor ook. Dus ik denk ook wel dat de NS dat bijvoorbeeld wel goed zou doen als ze ook zoiets krijgen. Want ja, je merkt gewoon, wij zijn geestelijk stabieler. Ja. En omdat wij ook samen zitten met sport, merk je soms ook wel dat er dat de NS... Ja, meer wordt toegelachen omdat ze niet een basketbal kunnen gooien en zo. En dat is wel goed. Maar hun voelen zich al heel snel echt uitgelachen en gepest en zo. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, dat, want ik denk ergens wel eens dat dan BOA en politie het zwaarder hebben qua mensen om hun heen. Mm-hmm, ja. Maar dan hoor je wel eens dat dan de dat er conducteurs of mensen in de NS... dan wordt op een keertje op gescholden of getuft en ik snap dat het echt heel kut is... Ja. Maar nooit soms dat sommige direct in een mental breakdown zitten enzovoort. Ja. Terwijl daar jullie dan veel sterker wel in zijn, ja, in dat ja, geval. Klopt. Ja, nou ja, wij hebben sinds kort dan een nieuwe leraar die 6 jaar bij de recherche heeft gezeten. Zo. En hij is nu 28, dus op zijn 22e is hij daar al gekomen. Dat heeft hij dan snel geflikt. Ja, het klopt. En nou ja, hij vertelt gewoon verhalen dat die mensen hun, armen en hoofden bij elkaar rapen en zo. Nou ja, als je ziet dat hij dat gewoon mentaal gewoon aankon... Dan is hij echt wel heel sterk. Ja, en nou ja, hij heeft dezelfde pad als wat wij nu doen bewandeld. En de NS niet. En... Ja, kijk, de kans is klein dat er een aanslag in een trein is of iets. Maar de kans is er wel. Precies dat. Of ruzies met vechtpartijen en zo, dat gebeurt wel regelmatig. Ja, daar kan het zijn dat je dat ook meemaakt. Mm-hmm. En als je dan niet mentaal stabiel bent, ja, dan kan echt je hele leven gewoon achterna zitten. En maar bij treinen heb je bijvoorbeeld wel is dat je heel vaak wel eens verhaal hoort mensen voor treinen springen ja, enzovoort. Zeker. En dan moet je ook wel heel stabiel staan. Ja, het is heel kut als dat gebeurt en als je het ziet. Maar mm-hmm. als conducteur verwacht ik wel dat je eerder dan er bent voor de mensen om je heen. En dan ja, dat klopt. Jij in een hoekje gaat zitten met, dit is gebeurd. Ja, en... ja inderdaad. Ja, daarom ben ik zelf ook wel blij dat ik echt een algemene opleiding doe, handhaving. Ik kan er overal mee naartoe mm-hmm. met mijn diploma. En de NS, nou ja, die kan meerdendeels naar het OV... Alleen hun krijgen niet de specialiteit wat wij wel hebben qua bijvoorbeeld hulpverlening. Mm-hmm. Wij kunnen reanimeren, verbanden leggen. Maar kan een les toch niet? Nee, hun hebben die lessen niet gehad. Dat vind ik ook wel erg bijzonder, want het lijkt me toch een dingetje als je in een les zit dat je wel een verbandje kan leggen. Of een, ja, op zich zou je dat wel zeggen, ja. Ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht dat ze dat zouden kunnen. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik zelf vind het ook wel raar. Maar nou ja, helaas heb ik er geen invloed op. Maar ja, het klopt. Het is echt... qua NS vind ik het heel slecht geregeld. En de handhaving gewoon stukken beter. Mm-hmm. Het is wel wat strenger, wat uitdagender. En dat is ook wel nodig om dit vak in te gaan. Ja. Dat waren eigenlijk mijn vragen. Fijn, nou, top. Fijn dat je er kon zijn. Fijn dat je erover kon praten. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het ook erg gezellig. Mm-hmm. Dankjewel voor jullie voor het kijken hiernaar en het luisteren. Ik hoop dat je het interessant vond. En zie je misschien in de volgende aflevering. Doei. Doei.